Ik ben Karin ten Hagen en ik werk voor TNT, waar ik verantwoordelijk ben voor het klimaatprogramma. En dat hebben we Planet Me genoemd. Planet Me is het programma van TNT om hun CO2-voetafdruk, dus alle CO2 die we uitstoten met vliegtuigen, gebouwen, auto's, naar beneden te brengen. En daar zit ook een afdeling achter die dat coördineert, zeg maar, wereldwijd met alle projectteams. We zijn bezig met elektrische voertuigen, met hybriden, met biobrandstoffen. Dus voor de verschillende type voertuigen ook verschillende oplossingen die we nu gaan inzetten. Eigenlijk hoe we het gedaan hebben binnen TNT is het probleem beschrijven aan onze mensen. Eigenlijk vertalen naar, hè, klimaatverandering is iets heel groots. Maar wat betekent het nou voor een transportbedrijf? En vervolgens gevraagd aan al die mensen wat voor soort ambitieniveau moeten we hebben. En kunnen jullie ons dan ook helpen met het vinden van oplossingen? Want hier moeten oplossingen bedacht worden, die zijn er nog niet. We gaan naar het nieuwe kantoor. Omdat het symbool staat voor hoe innovatie tot stand komt. Eén ding wat ik geleerd heb tijdens deze functie is never go in alone. Het is ongelooflijk groot. Ik denk dat elke stap helpt. En vind de mensen met wie je kunt samenwerken om dit een stap verder te brengen. Brandstof eigenlijk, hè? CO2. Dus we hebben natuurlijk voertuigen, we hebben gebouwen, we hebben vliegtuigen. En daar zijn we aan het kijken van wat voor nieuwe technologieën, wat voor andere oplossingen kunnen we gebruiken om het gewoon schoner te doen. Dit is een heel erg groen gebouw en dat komt met name door hoe het ontwikkeld is. Het gebruikt heel weinig energie, want het maakt veel gebruik van daglicht. Nou, je kan het hier zelfs al een beetje zien. En het laatste restje energie wat we nog nodig hebben, dat wordt opgewekt door wat we de Green Machine noemen. En dat is een machine die draait op afvalstoffen, waarmee we ook weer warmte en elektriciteit opwekken. Wat we ook voor een deel weer delen met andere partijen hier in de buurt. Het management gaat mee met de gedachten van Planet Me. We hebben in februari van dit jaar hebben we officieel dit opgenomen in de targets van het topmanagement. Dus een deel van hun bonus is nu afhankelijk van hun CO2-prestaties. Pionier voelt me altijd een beetje alsof je ergens alleen, weet ik veel, Amerika ingaat. Of je gaat de vlakte in en je gaat iets ontdekken. En ik denk dat ik dat niet alleen doe, maar dat ik met mensen om mij heen, mensen die zich bij het onderwerp aansluiten, die ook willen bijdragen, die ideeën hebben, met hen samen doen we deze verandering.